Oké, bedrijfseconomie. Laten we even gaan kijken waar we gebleven zijn. Wat wil ik gaan behandelen? Constante kosten. Variabele kosten. En kostprijs, dat zijn drie dingen die we eventjes gaan behandelen. Waarvan constant en variabele kosten en kostprijs hadden we vorige keer al wat over gehad. En ik wil de variabele kosten eventjes gaan uitbreiden. Goed, laten we eens even gaan kijken wat we nog weten van vorige keer. En Nazario, kan je iets vertellen over constante kosten? Nee. Wat was het ook alweer? Of kan je een voorbeeld geven van constante kosten? We hadden vorige keer over die auto gehad, hè? En welke kosten zijn volgens jou constante kosten? Weet ik niet meer. Nee? Abogado. Nou, laat dan eens even Nazario even helpen. Wat waren ook weer constante kosten om een voorbeeld te noemen? Kosten die je elk jaar hebt, bijvoorbeeld. Kosten die? Die je elk jaar hebt. Die je elk jaar hebt? Ja, die elke keer moet betalen, waar je vast aan zit. Oké, kosten die je elke keer moet betalen. Ja, nou, als ik ga tanken, moet ik elke keer betalen. Ja. Zijn dat constante kosten? Nee, dat zijn variabele kosten. Dat zijn variabele kosten, dus die definitie van jou die klopt niet helemaal. Ja. Kabelan, kan jij eventjes Nazario helpen met wat zijn ook weer die constante kosten? Wat is het verschil tussen constant en die variabele kosten? Constant. Kosten die je elk jaar moet betalen. Vraag even Kabelan. Ja, constant is sowieso iets wat door blijft gaan. Ja, dat blijft elke keer doorgaan. Of je nou met die auto veel of weinig rijdt, die kosten heb je altijd. Die zijn steeds vaster. En Nazario, nou hoor je zeggen van nou, die constante kosten zijn kosten die altijd vast zijn, die veranderen niet. Of je nou veel of weinig met die auto heen en weer rijdt, die kosten blijven altijd hetzelfde. Kan jij een voorbeeld nog noemen van die? Nee, nog steeds niet. Nee. Jij, Jessica? Van die constante kosten? Van die auto? Er werd net gezegd, er zijn kosten die niet veranderen. Als ik veel of weinig rijd, die kosten blijven altijd. Nou, ik ben net gebracht met de auto. De APK-keuring, maar die heb je net gehoord. Zou je nu ook nog een ander kunnen verzinnen? Kost die nooit veranderen. Of tenminste, bijna niet veranderen. Van de auto, van je moeder. Je bent net gebracht met de auto. Wegenbelasting. Wegenbelasting? Nou, of je moeder jou nou weggebracht hebt of niet. Die wegenbelasting moet ze even goed betalen. Ja. Dus dat zijn constante kosten. Kosten die niet veranderen. Als wij veel of weinig rijden met de auto. Maar welke kosten veranderen wel? Dat zijn de variabele kosten. Als je moet jou gaan wegbrengen, wat moet ze dan wel betalen doordat ze jou gaat wegbrengen? Benzine, brandstofkosten. Dat is een heel goed voorbeeld van variabele kosten. Als je niet rijdt, heb je kosten niet. Ga je rijden met die auto, ja, dan heb je kosten. Dat zijn de variabele kosten. En hoe meer je rijdt, hoe meer je betaalt. We gaan even, als ik kijk naar die proportioneel, als ik daar even naar ga kijken. Proportioneel, dan die loopt zo. Dus als ik hier de kosten heb, of hier de kilometers heb, kilometers, en hier de kosten, ja, als ik 10 kilometer rijd, als ik 10 kilometer rijd, dan heb ik 2 euro kosten. Rij ik 20 kilometer, hoeveel kosten heb ik dan? Als ik 10 kilometer rijd, dan heb ik 2 euro kosten. Ja, 2 euro. En als ik 20 kilometer rijd, dan heb ik. Het is gewoon een grafiek wat jullie gaat tekenen. Ja, heb ik 4 euro kosten. Dus wat zie je elke keer? Elke keer als ik 10 kilometer ga rijden, kost het me 2 euro brandstof. Ga weer 10 kilometer rijden, kost me weer 2 euro brandstof. Dat is elke keer hetzelfde. Sergio. Oh, niks. Ja, kijk even mee. Dus nogmaals, proportioneel. Als ik 10 kilometer rijd, kost me 2 euro aan brandstof. Rijd ik 20 kilometer, kost het me 4 euro aan brandstof. Dat is elke keer hetzelfde. Dat is elke keer dezelfde portie. Proportioneel. Dus elke keer is die variabele kosten, die stijgen elke keer met dezelfde stapjes. Zie je dat? Elke keer hetzelfde. Bij elke 10 kilometer
kost me 2 euro meer aan variabele kosten aan brandstof. Zie je dat? Nou, hoe staat het hier al in het boek? Kosten die meer... Nee, bij proportioneel, dat zijn kosten die evenredig, steeds in dezelfde porties, dus evenredig, met de productie, of aantal kilometers in ons geval, stijgen of dalen. Dus elke keer als de kilometers of productie stijgt, met elke portie van 10, gaat die elke keer met evenredig hetzelfde, met 2 stapjes omhoog. Zie je dat? Nou, als we nou eens gaan kijken naar... Wat zijn variabele kosten? We hebben ze een beetje besproken net. Wat het is of hoeveel het is? Nou, er staat bij vraag A, wat verstaan we onder variabele kosten? Dus dat betekent, wat betekent eigenlijk variabele kosten? Waar zou je het terug kunnen vinden, als je het niet weet zo uit je hoofd? Waar zou je dat kunnen terugvinden? Denk aan die auto. Nee? Ik vraag aan jou nu gewoon, jij zit te twijfelen, ik weet niet precies. Waar zal je het terug kunnen vinden? In het boek. In het boek. En heb je hem al gevonden in het theorieboek? Pak hem eens eventjes bij. En ja, desnoods lees je het gewoon voor. Als je zegt van nou, ik weet het niet zo goed, dan zoek je het op in het boek. En ik ga ook zoeken, ik kijk eventjes. Ik zie op constante kosten zie ik hier staan. Ook zie ik hier nog variabele kosten staan. Veranderen variabele kosten veranderen bij een toe- of afname van de productie of omzet. Ja, dus variabele kosten, dat zijn eigenlijk kosten die veranderen indien de productie / omzet veranderd. En is dat dan niet zo met de constante kosten? Nee, die blijven hetzelfde. Precies, die blijven hetzelfde. Heel goed. Dat is het verschil, hè, Jessica. Dus die variabele kosten die veranderen steeds als de productie verandert. Dus als ik veel kilometers ga rijden met de auto, nou, dan veranderen die kosten. Hè. Dan krijg ik meer benzine, brandstofkosten. En dat zijn juist die variabele kosten. Oké. Vraag B. Bereken ze per stuk per artikel. Nou, hoef je niet alleen de berekening te geven. Dan gaan we samen kijken wat de uitkomst is. Wat ga je berekenen om die variabele kosten per stuk te berekenen? Die 320, toch? 380. Nou, we kijken even naar dit stukje. Variabele kosten. Variabele kosten. Delen door de begrote productie. Nou. 320, 380. Ja. 320.000 euro, die delen door 80.000 stuks, dat is de grote productie. En zo'n grote productie, die ga je dus aan het begin van het jaar ga je kijken, je hebt je fabriek staan, je hebt al een paar jaar gedraaid. En nu zeg je, nou voor 2015, hoeveel verwacht ik te gaan maken, dat is je begrote productie. Nou, en de begrote productie is hier 80.000, ik ga weer handig rekenen, ik ga die nullen wegstrepen, zie je dat? Dan staat 32 gedeeld door 8. En dan is het antwoord 4. Nou, zo kan je op een snelle manier zonder rekenmachine rekenen. Maar als je twijfelt, gebruik je rekenmachine. Tik het in. Oké. We gaan opgaves maken. En ze hebben vast te maken met constante en variabele kosten. En we gaan waarschijnlijk ook weer die kosten uitrekenen per stuk. Oké. Het zijn wel dezelfde opgaves. Maar meneer, hier hebben we geen opdracht 3 en 4, toch? Ja, jawel, 3.3 zie ik hier staan. Oké, zal ik het anders opschrijven? 3.3. Ik kan het helemaal zoeken. En 3.7 en 3.8, die is lastig. Oké, ik kan een start maken. En ik loop langs om eventueel te helpen. Jij gaat je blaadje werken, neem ik aan. Wat moeilijk. Ondertussen hebben wij opgave 1 en 2 nagekeken. Ik denk dat het moeilijk is, 3.5. Stadio. Oh, hij is echt nat geworden, zeg. Dat is vervelend.
Kijk hem ook even naar het bord. Ja, en dan moet je die. Kijk, die heb je hier gemaakt. Die klopt. Ik kan je veel achter zetten. Doe je dat niet? Maar wat ben je ook niet meer blijven vertellen? Kijk, eigenlijk was dit opgave B. Oh, die heb je bij A. Die hebben we aangezet. 4000 delen door die hoog. 4000. Wat verstaan we de variabele kost? Dat is A. En berekende variabele kost. Dat heb je heel goed uitgerekend. Moet je alleen nog eventjes A even opschrijven wat nou de variabele kosten zijn. Dat staat op kort, zie je dat? Dus die zou een pijltje maken. Dan laat je deze gewoon mooi staan. Als minste werk. Dan zit er een pijltje zo, een pijltje zo. Dat lukt. Mooi. Die variabele kosten zijn kosten die steeds veranderen. Neem de productie neemt toe. Of je zegt een auto die rijdt meer kilometers. Dat betekent dat je kosten. Hoe? Nog een nee. De maat van zo'n bedrijfje. Deze kost neemt elke keer hetzelfde. Dat denk ik wel. Dat is heel leuk. Deze kost neemt elke keer wat minder toe. Zie je dat? Kijk. Dat loopt een beetje af. Deze kost neemt elke keer heel veel toe. De vraag is eventjes. Welke kosten? Welke variabele kosten geeft die curve aan? Hoe heet dit nou eigenlijk, deze kosten? Nou, ik had daar ook een bord 3 pijltjes gezet bij variabele kosten. En die kan je in het boek terugvinden. Kijk, dan heb je een beetje het verhaaltje. Nederlands. Als kosten steeds heel sterk afnemen. Dus steeds meer, doe het maar progressief variabel. Neem ze elke keer hetzelfde toe, proportioneel, elke keer hetzelfde portie in, proportioneel. Neem ze dan een beetje af, degressief variabel. Ik kan me voorstellen, als je in een auto rijdt, die rij eerst in de stad, en later kom je op de snelweg. Als je in de snelweg rijdt, dan rij je heel diep, zuinig. Dus, elke keer als je langer op snel rijdt, neem je kosten elke keer een stukje af. Per stuk. Dus je neemt wat toe je kosten, maar per stuk nemen ze af. Ik ga de les eventjes afsluiten. En dat wil ik eventjes aan de hand van deze begrippen eventjes doen. Nassario, ik zou je nog kunnen helpen. Wat zijn ook weer die variabele kosten? Kan je dat in je eigen woorden zeggen? Probeer het opnieuw, kosten die? Blijft die kosten hetzelfde? Die kosten die? Die veranderen steeds, hè? En wanneer veranderen die kosten, wel die variabele kosten? Die veranderen als de? Als de productie verandert. Ja, als de productie verandert, dan veranderen ook de variabele kosten. Heel goed. En wat kan je zeggen van constante kosten, Jessica? Veranderen niet. Die veranderen niet. Wanneer veranderen ze niet? Als de? Kosten hetzelfde. De kosten blijven hetzelfde. Die veranderen niet. In dat geval veranderen ze niet. Wat verandert er wel? Wat verandert er nou eigenlijk wel, terwijl die constante kosten hetzelfde blijven? Wat verandert er wel? Ja, blijf even zitten jongens, ik vind het een beetje... Nee. Jullie zijn net toch aan afsluiten, toch? Ja, daar ben ik nu mee bezig. Ik ben nu bezig met de les af te sluiten. Dan met de les van volgende les. En dat is mijn manier van les afsluiten. Even kort herhalen wat we gedaan hebben in de les. En Kabilan, ben jij de laatste. Wat weet jij over de kostprijs? Over de? Kostprijs, de integrale kostprijs, wat weet jij daarvan? Ja? Nee, het gaat om de kostprijs, de integrale kostprijs. Hoe ga ik mijn kosten berekenen voor een product? Hoe doen we dat? Constante kosten. Ja, constante kosten. Delen door. Laat even Kabilan, delen door de. Ja, het wordt nu al voorgesteld. Ja, ik heb niet gehoord. Ik heb niet gehoord. Delen door de normale kosten. Delen normale.
normale productie. En wat ga je doen? Variabele kosten delen door de begrote productie. Oké, dus de integrale kostprijs is dus constante kosten delen door de normale productie. En de variabele kosten delen door de begrote productie. Oké, we zien elkaar straks vanmiddag. Ja. Ja? Thank you.